Ik kreeg in 2002 te horen dat ik een bepaalde vorm van leukemie heb, waardoor ik statistisch gezien nog 10 jaar te leven had. Dat was in 2002. Nu ben ik onlangs aan het rekenen geslagen. En zo ben ik erachter gekomen dat statistisch gezien de kans dat ik 90 word aanmerkelijk groter is dan de kans dat ik nu al 4 jaar dood ben. Dat komt niet omdat de statistieken toen de tijd niet klopten, maar de medische wetenschap heeft bepaald niet stilgezeten. Zo gebruiken we nu een medicijn, het nieuwste van het nieuwste. Er zijn mensen aan het medicijn overleden, maar dat is dan ook de enige bijwerking die het heeft. Het was wel bijzonder spannend, moet ik zeggen, toen ik dat medicijn voor het eerst kreeg. Dat was in een ziekenhuis en er kwam een verpleegster naar me toe en ze zei: hier, hij tabletten, moet je nemen. Ik zeg: waarom dan? Nou, zei ze, kun je lachen? Ik zeg: ja, kun je lachen, maar ik heb altijd van die kleine witte tabletjes. Ja, dat weet ik wel, zei ze, dit is een hele dikke rooi, moet je nemen. Kun je lachen? Ik denk, ja, dus ik nam ze in. Oh, lachen. Lachen. En omdat eenmaal lachen hoort net zo goed is als driemaal medicijnen nemen, hoop ik dat u met een rijp voor de roos is ook een beetje prettig met elkaar en dat er wat te lachen valt. Dus ik zou zeggen, maak er wat van met elkaar en dra met de buts.